In deze aflevering van Voetbal International. Ook Johan Derksen en René van der Gijp zijn er. Waarbij we toch even benieuwd zijn, René, na aanleiding van gisteren en de party. Ja. En het laatste nieuws over jouw eventuele dochter. Of er al meer aanmeldingen zijn geweest van mensen die vermoeden dat jij hun vader bent. Ik moet eerlijk zeggen, het was vandaag heel rustig. Maar ik heb ook mijn mail niet geopend. Moet ik heel dit kan ik er voor het weekend niet nog één bij hebben natuurlijk. Dat gaat niet werken. Nee. Maar is er ook daar geen contact met je opgenomen over een DNA-testje of zo? Nee, niemand heeft vandaag een DNA-test. Nee. Maar het was rustig. Het zou kunnen zijn dat als je je mail opent maar maandag... Maar mijn vriend Kasper zit er klaar voor, hè, in dat Dijkse ziekenhuis. Ja? Ze kunnen langskomen? Ja, die heeft er lol in. Gewoon even een stukje uit de wang en dan gaan we gewoon. Nee, hij mijn neus schoten. Nee. Nee, want die website is er inmiddels, heb ik begrepen. Die werd gisteren al geopperd. Ja, dat je t-shirts kan bestellen, is René mijn pa. Die kun je nu al... Ja, kijk hier. Die is dus nu al verkrijgbaar. Ja, het gaat razendsnel. Je bent hot, hè? Ja. Daar zou een plaat uit moeten brengen. Het gaat zo goed op dit moment. Het is gewoon een gekkenhuis. Hier, is René mijn pa. Straks voor de carnaval. En die gaan lopen, hoor, die dingen. Ja. Het zou ook een hit kunnen zijn. Is René mijn pa, trouwens. We gaan er eentje schrijven. Ja, en Johan, wat is dit? Klomp op tafel, zie je opeens? Jij hebt van de week weer een ongepaste grap gemaakt over een meneer ergens uit de provincie en over klompen en zo. En dan probeer ik dat recht te trekken. En als dank neemt die meneer een paar klompen voor mij mee. Hartelijk dank. En ik wil ook heel Nederland oproepen. Neem een attentie voor me mee. Nu komt het op tv. Ja, een goed overhemd zou geen kwaad kunnen. Jan Smit. Ja, je bent... de uitzending is om 25 minuten, dus... Ja, we zijn er... Nee, 25. Gaan we klaar voor zitten? Volgens mij nog langer, of niet? Nou ja, goed. 35 is hij volgens mij zelf. 35 nog, ja. Ik hoor zelfs om 45. Hoor ik een uur? Nee. Jan, je bent 64.